Welkom in Dordrecht, meneer Bodaar. Ik denk dat de meeste mensen u ongetwijfeld zullen kennen van uw optredens op tv of van uw werk. Maar voor de mensen die u niet kennen, hoe zou u zichzelf voorstellen aan de kijkers? Ik ben een Nederlandse priester die in Rome woont, in een priesterhuis dat is gesticht vanuit Dordrecht in 1350. Dat is een duidelijke link met Dordrecht dus ook. En u bent hier vandaag voor een lezing op uitnodiging van de maatschappij, een organisatie die vaker bekende mensen hier naar Dordrecht haalt om een lezing te geven. U gaat het in uw lezing hebben over Europa, als ik het goed begrijp. Waarom heeft u voor dat onderwerp gekozen? Nou, misschien komt het ook omdat ik woon sinds 1998 in Rome. En dan meer dan wanneer je in Nederland blijft wonen, besef je dat Nederland een klein land is. Een belangrijk land in economisch opzicht. Een vrijgevig land waar het gaat als er rampen in de wereld zijn, dat staat Nederland vooraan. Ik laat even de sport buiten beschouwing, daar zien we al genoeg van op de televisie. Met andere woorden, wij zijn vooral, althans dat wil ik graag benadrukken, wij zijn vooral Europeaan. Zeker met het oog op de toekomst. Als je denkt aan de globalisering, dan moeten wij in Europa samenwerken, dus als Europeanen. En dat zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de nationale staten minder belangrijk worden. En de regio's, zoals bijvoorbeeld de regio hier, van deze steden, zoals Dordrecht, dat die meer toenemen. Dat is het economische idee en het politieke idee en wellicht het idee van de vrede. Maar daarnaast is er ook natuurlijk het Europa en dat is voor mij het belangrijkste. Europa heeft ook wortels. Ja, want daar heeft u het in uw werk, een van uw werken, ook over. U heeft het er ook over gehad in uw afscheidscollege bij de Universiteit van Tilburg, waar u les heeft gegeven. Ja. Daarin stelt u ook dat Europa eigenlijk een ziel mist. Die is er wel, maar die hebben we eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Hoe ziet u dat? Nou, wat mij dus verbaast, die opmerking over de ziel, zijn de jaren 90 geopperd door Jacques Delors, een belangrijke man in Europa. En het is natuurlijk merkwaardig dat je dus wel kunt zeggen, wij zijn voortgekomen uit het oude Griekenland, wat de filosofie betreft. We zijn voortgekomen uit het oude Rome, waar het rechtsdenken betreft. Wij omhelzen het humanisme. Daar gaat het om de waardigheid van de mens. We vergeten daarbij dat het humanisme is voortgekomen uit het christendom. Denkt u maar aan Erasmus, Rotterdam. En wij denken aan de verlichting, toen wij onszelf beperkten tot alleen het verstand om dat te laten werken. Terwijl de hele mens ook te maken heeft met het christendom. En het christendom ligt mij na aan het hart, dat zal u niet verbazen. Dus ik vind dat je ook dat christendom een plaats zou moeten geven. Dus de ziel van Europa heeft ook te maken met het christendom, waaruit tenslotte Europa is voortgekomen. U als historica kan dat niet anders dan, u kunt mij natuurlijk tegenspreken, maar ik kan me voorstellen dat u het begrijpt wat ik bedoel. Ja, we zien inderdaad in het verleden veel kenmerken, wat u ook zegt, uit het verleden die wijzen naar het christendom. Maar eigenlijk in het heden lijken mensen dat of te vergeten of ze zien dat niet echt. Nee, dat heeft te maken met de opleiding. Wij zijn erg bijziend in de eigen tijd. Wij vinden onze eigen tijd zo fantastisch dat we überhaupt niet meer denken aan het verleden. En ik denk dat er zijn een paar algemene opmerkingen over te maken. Wanneer je je eigen verleden vergeet, maak je de fouten die in het verleden al zijn gemaakt. Daarvan zou je kunnen leren, niet? En je gedraagt je eigenlijk, als ik het wat onwelwillend zeg, als een kind tegenover een volwassene. Dat is een soort kinderlijke wijze van de wereld beschouwen. En de wereld bestaat niet alleen uit economie en uit rechtswetenschappen en uit politiek enzovoort. Het lijkt wel of de mens wordt teruggebracht steeds meer tot alleen maar een economisch wezen. Terwijl hij ook een spelend wezen is. En zelfs een wezen, een persoon. Een mens is ook iemand die naar zin zoekt in het leven. En daar hoort godsdienst ook bij. Ja, nou, u benadrukt het. U zegt, daar moeten we meer naar op zoek gaan. Op welke manier zou dat aan mensen kunnen worden overgebracht? Ik bedoel, er zijn ook mensen, denk ik, in Europa die dat niet zo zien, die niet het christendom zien als de basis. Nee, dat is, maar, nou, dat kun je maar wel niet willen. Maar het is een kwestie van gewoon in de boeken kijken en het gewoon zien. Het is eenvoudigweg zo. Het hele idee van Europa komt voort uit het christendom. En we moeten bedenken die culturen van rond de Middellandse Zee, van destijds, waar het christendom ook begonnen is. Dat heeft zich op een gegeven moment verspreid naar het noorden, waar wij nu deel van uitmaken. Het kan hooguit niet goed uitkomen om eraan te denken.
En een van de zaken waar ik me tegen verzet, in Nederland met name, is dat er een houding is ontwikkeld dat alles wat godsdienst is, en dan praat ik niet alleen over het christendom, maar ik praat ook over het jodendom en ik praat ook over de islam, dat het iets is wat privé is. En zoals een voetbalwedstrijd niet privé is, was die maar privé wat mij persoonlijk betreft, zoals sport dus niet privé is, zo is dat ook kunst niet, zo is dat theater niet, zo is dat ook niet communicatie, dat woord zegt het al, en zo is dat ook niet godsdienst. Dat is een soort... Ja, een soort afsnijden van jezelf van bepaalde zaken. En daar verzet ik mij hevig tegen. Dat is misschien wel de hoofdzaak waarom ik ook vanmiddag... Maar ik heb zelf niet gekozen om hier over Europa te spreken. Maar het is een van de speerpunten waar ik het wel over graag wil hebben. Ja. Nou, wordt er in Nederland nog vaak op gehamerd van... Nou, kerk en staat zijn inmiddels gescheiden. Dat moeten we vooral zo houden. Dus alles wat met politiek te maken heeft en met Europa... Dat moeten we niet verbinden aan één geloof. Niet aan het christendom of welk geloof dan ook. Hoe ziet u dat? Dat is op zich natuurlijk heel juist. Ik ben ook blij dat het scheiden van kerk en staat bestaat. Heel goed. Maar dat wil niet zeggen dat individuele burgers niet een bepaalde godsdienst aanhangen... dan wel een bepaalde overtuiging ten aanzien van de politiek. Je hebt liberalen, je hebt sociaaldemocraten en zo heb je ook christenen. En wat mij betreft zijn er nog allerlei andere mogelijkheden. Maar dit is een afspiegeling van heden. Met andere woorden, je kunt de scheiding van kerk en staat hoog in het vaandel houden, ben ik ook voor. En tegelijkertijd kun je niet verloochenen dat mensen hun maatschappelijke impulsen verkrijgen vanuit bijvoorbeeld hun sociaaldemocratische of liberale of christelijke achtergrond. Dat kun je niet weghalen. Het is altijd een dooddoener, zeker in de journalistiek, neemt u me niet kwalijk, dat men altijd net doet alsof je mag wel socialist zijn en dat uitdragen in de Tweede Kamer, maar alweer als je christen bent en dat uitdragen, dan ben je meteen wel ongeveer iemand die semi-achterlijk is of eigenlijk achter het behang hoort te verkeren. Nou, dat is onzin. Dus dat moet gewoon ook uitgedragen worden. En mensen die inderdaad een ander geloof aanhangen. Nou, de islam wordt vaak genoemd tegenwoordig. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, daarom sprak ik ook algemeen over godsdienst. Kijk, als ik over de wortels van Europa heb, dan is het jodendom en de islam hebben er ook mee te maken. Maar dan is dat overheersend christendom aanwezig. Maar nu is dat natuurlijk anders. Het gaat mij meer om de godsdienst algemeen, om die ook een ruimte te geven in de openbaarheid. Waarbij ik wel vind dat veel christenen een voorbeeld kunnen nemen aan moslims, die heel wat flinker en fierder en steviger voor hun geloof durven uitkomen dan veelal slappe christenen. Het nationalisme noemt u ook vaak in uw werk, dat eigenlijk de gang naar een breder Europa en dat iedereen zich Europeaan gaat voelen tegen gaat houden. Hoe bedoelt u dat? Nou, het is natuurlijk zo, wanneer je kijkt, bijvoorbeeld net heeft Zwitserland heeft een referendum gehouden om het verkeer tussen personen, hè, dus die binnen kunnen komen in Zwitserland om daar te werken, om dat tegen te houden. U hebt ook gehoord, net als ik, dat de Europese Unie daar zeer op heeft gereageerd, namelijk teleurgesteld. Nou, dat wil zeggen dat daar speelt dus een Nederlandse partij als de zogenoemde Partij voor de Vrijheid, afgekort PVV, erg op in. Alsof je de klok kunt terugdraaien. Wij leven niet meer in een periode waarin een staat als een soort eiland kan functioneren. Met andere woorden, als wij, daar hebben we verder geen verstand van hoor, maar als wij economisch, naar het schijnt, een partij willen spelen op de wereldkaart in de toekomst, dan weten we ook dat de toekomst ligt in Azië, met Japan en met China. Dan zijn de Verenigde Staten en moeten ook een toontje lager gaan zingen. Nou, Europa is helemaal nergens dan, tenzij wij de hand in elkaar slaan. Met andere woorden, het is sowieso aan de orde dat wij vele taken van onze nationale overheden moeten overhevelen naar Brussel. En dat daar fouten worden gemaakt, dat geloof ik best. Dat daar misschien te veel geld omgaat, dat zou best kunnen, daar heb ik geen verstand van. Maar het gegeven blijft dat we samen zullen moeten werken. En dat wanneer wij aan de globalisering het hoofd moeten kunnen bieden, dat wij zullen moeten Europeaniseren. En dat heeft ook voordelen, want dan zullen we ons ook meer terugtrekken. Dat vind ik een voordeel, het hoeft geen nadeel te zijn, in de identiteit van bijvoorbeeld Holland en van Brabant en van Limburg en van Groningen en van Friesland en van Gelderland. Dus dat kan gewoon naast elkaar? Nou, heel goed naast elkaar, het zal elkaar zelfs versterken. Ja.
Inderdaad, het nationalisme, we hadden het net ook even over de PVV, over de uitbreiding, verdere uitbreiding van Europa. Er komen steeds meer landen bij. PVV is een van de partijen die zegt, nou, we moeten stoppen met die uitbreiding, er moeten niet nog meer landen bij komen. Het liefst stappen we helemaal uit de Europese Unie. In hoeverre denkt u dat Europa zich nog kan uitbreiden? Waar ligt de grens van Europa? Nou, ik denk dat je moet denken aan wat de grenzen van Europa door de eeuwen heen zijn geweest. Ik heb vroeger nog op school geleerd dat Rusland tot aan de Oeral bij Europa hoort. Ik heb ook altijd geleerd dat Istanbul wel bij Europa hoort, maar Ankara niet. Met andere woorden, dat bijvoorbeeld Turkije associërend lid zou zijn van de EU lijkt me een goed idee, maar lid lijkt me overdreven. Dat is helemaal niet. Dat is een prachtige brug naar de Arabische wereld. En wij maken het nu mee in de Oekraïne niet. De Oekraïne heeft, daar is een grote strijd gaande, omdat op een gegeven moment de president een andere koers vaart dan de bevolking kennelijk in hoofdzaak wil. Met andere woorden, natuurlijk moet je het wel gefaseerd doen en je kunt je de vraag stellen, gaat het niet te snel? Daar wordt verschillend over gedacht. Maar daar zover gaat mijn opmerking niet. Ik bedoel, daar kan ik niet over oordelen omdat ik niet genoeg deskundig in dat opzicht ben. Ik kan alleen spreken en dat is ook, vind ik ook het belangrijkste. Als je praat over ziel, dan is de ziel het beginsel van elke mens. Dat wat de mens uniek doet zijn. En daar heb ik het in hoofdzaak over. En dan praat ik dus niet alleen over de godsdiensten. Zij het historisch dat het christendom is. Maar dan praat ik ook over de cultuur, over de wetenschap en over enzovoort. U gaat straks uw lezingen houden. Wat vindt u het belangrijkste wat mensen daar van opsteken of over nagaan? Nou, ik was een beetje verbaasd dat ik hiervoor gevraagd werd, omdat dit zijn mensen uit het bedrijfsleven. En ik heb van bedrijven helemaal geen enkel verstand van dat soort zaken. Dus het zal toch een hoofdzak wel neerkomen. En ik ga het zo proberen voor te stellen dat ik niet zo vreselijk lang aan dat woord ben, maar dat ik een inleiding houd en dat ik dan vooral hoop dat de mensen hun eigen zaken naar voren brengen. En dan denk ik dat het in hoofdzaak toch zal neerkomen op zingeving in de wereld en hoe goed of slecht het gaat met christendom enzovoort. Want dat is toch van feite mijn taak. Nou, ik ben benieuwd. Heel erg bedankt in ieder geval voor dit gesprek en veel succes zometeen. Dank u wel.